met Stefan al het Filmhuis Klapij. Onlangs hebben wij een ongelofelijke ontdekking gedaan. Wij hebben naast het Filmhuis de oude Cinema Nationaal ontdekt, die binnenkort te bezichtigen is tijdens Open Monumentendag. En we gaan even een kijkje nemen in het gebouw. Ik heb dit pareltje gevonden via een kapotte dakgoot, die een stuk was van het Filmhuis. Daar ben ik een kijkje gaan nemen door het houten paneel dat op de raam stond. En toen zag je een stuk van het decor en de rode gordijnen. Ik was toch onder indruk eigenlijk. Cinema Nationaal is gebouwd in 1918 en is ontworpen door een apotheker. In de jaren 20 is hij verkocht geweest aan een beenhouwer. En die heeft dus de geluidsinstallatie geplaatst, een eigen muziekorkest. In de jaren 50 is dat doorgegeven aan het Heilenconcern en eind jaren 60 is dat failliet gegaan. De Nationaal was eigenlijk een vaudevillezaal, dus daar krijg je dus twee films voor de prijs van één. Hier werd dus met de B-films gespeeld, dus de betere films werden gespeeld in de Rubens, de Rex, de Odeon. Na 10 september gaan we een jaar dicht doen voor het renoveren. Het hoofddoel van deze cinema is heel bioscoop en s'avonds er betere outhouse films. Tijdens de Open Monumentendag gaan we dus rondleiding geven met gidsen. We gaan ook inzetten op catering, dus mensen kunnen pintje drinken, koffie drinken, pannenkoeken eten, hamburger eten. We hebben oude medewerkers teruggevonden, die vroeger gewerkt hebben in de jaren 60. Die gaan nu een verhaal vertellen over vroeger. Ook de oude stoelen zullen aanwezig zijn, die hebben we teruggevonden, een tiental stuks. Die mogen we die dag gebruiken. Het is een unieke kans om de bioscoop van vroeger te zien, een sprong in de tijd. Die kans mag je niet laten liggen eigenlijk. Tijdens de Open Monumentendag op zondag 10 september kan u in Antwerpen de herontdekte Cinema Nationaal bezoeken. Deze verborgen filmtempel uit 1918 lag bijna 50 jaar lang verborgen achter een gevel in de Lange Beeldeke Straat. Meer info vindt u op openmonumentendag.be.